Bij Bartje dan komt de nieuwe toetelschrijver NPO Radio 2 voorbij. NPO Radio 2, hallo met wie? Hallo, Erwina. Met wie? Erwina, Pina Jans. Ik hoorde nog iemand anders. Sorry. Vraag eens even, Erwina, wie is daar? Ik? Nee. Jezus. Hallo, met Noëlone. Hallo, daar ben ik nog. Oh, sorry. Hey, hoe is het? Tegen mij, hallo. Gaat het goed, Noëlla? Hoe gaat het met jou? Nou, mij gaat het ook goed. Oh, prima, zo moet je. Alleen mag ik iets leuks zeggen? Echt, hè? Mag ik iets leuks zeggen? Ja, natuurlijk. Je mag altijd iets leuks zeggen. Ik vind het hartstikke leuk om naar Radio 2 te bellen. Ik ook. Rick van Vedo 2 is zo kansloos in de nacht. Ja, dat zijn echt leuke vrienden van mij. Echt, hè? Dat was toch een inkoppertje, Rick van Vedo. Wie noemt zijn programma nou zo? Wat een sukkel. Ja. Sukkel van die NPO Radio 2 studio s'nachts, hè? Kijk. Maar wel lachen. En morgen dat ga ik weer een leuke dag van maken. Hoe meer sukkels, hoe meer vreugd. Ja, dat klopt helemaal. Beter een snee brood dan brood in je snee. Ja. Gadver. Gelijk een beetje belegd, toch? Ja. Shit. Oh my gosh. Wat zeg je nou weer? Gaan we nog iets likken? Oh ja. Dat is een jingle. Dat was een jingle. Dat gebruiken ze als jingle, maar het is geen jingle. Een jingle is met een naam erin. En een andere jingle heb je over goeiemorgen. Dat is een beetje te vroeg nog. Hoe noem je mij? Goeiemorgen. Goeiemorgen. Nou, mij noem je wel een leuke vriend. Hoe noemde je mij? Goeiemorgen toch? Een knappe meid. Wat lief. Wat lief. Super. Dank je. Ben je goed? Goed ontmoet, meis. Robbie. Ja. Ja. Het gaat wat worden tussen die twee. Nee, niet door mij. Jongen. Ja, en dan zeggen ze altijd dat vrouwen heel zinnig met elkaar praten. Mm-hmm. Ja. Ja. Raas wat over brood in de snee hebben. Het is niet te geloven. Ik maakte die grap niet. Dus ik ga vrij uit. Dus ik heb het niet gezegd. Ja, en gisteren was dat onderwerp nog aan de orde. Weet je nog? Ik weet niet waar je het over hebt. Ik negeer helemaal. Nou, dat mannen meer over seks zouden praten dan vrouwen. Ja, nou, ik voornamelijk. Maar goed, Robbie. Ja. Vertel eens, jongen. Wat gaan we vandaag doen? Ik heb een paar meidengroepen bij elkaar gesnuffeld. Oké, nou ik hoop dat het goed is, want je hebt net erg...